Minas, voetballer voor ADO Den Haag. Verdediger, rug nummer 19 en ik ben 23 jaar, linksbenig. Shaquille, je bent geselecteerd geweest voor het nationaal team van Suriname. Je hebt wedstrijden gespeeld. Kan je daar iets over vertellen? Ja, tuurlijk kan ik daar wel wat over vertellen. Het is een hele ervaring om voor je land uit te komen. En dan nog scoren bij het debuut is ook natuurlijk heel mooi. In je thuisland, ja, dat is gewoon top. En als je dan 3-0 wint en 6-0 wint, ja, dan ga je nog lekkerder terug naar ADO als je 9 goals hebt en 0 tegengoals. Maar hoe was het? Want er waren een aantal voetballers, bekende voetballers van Nederlands, die ook in de Nederlandse competitie gespeeld hebben. Hoe was het om weer met hun te zijn en natuurlijk ook die andere jongens van Suriname? Ik moet zeggen, het was fantastisch, eigenlijk kan ik wel zeggen. Een groep die goed met elkaar op kon schieten. Is ook een groep die echt een mix was. Dus je had echt Surinaamse jongens, je had echt jongens die halfbloedjes waren. En je had gewoon ook Surinaamse jongens uit Europa, echt de volle Surinamers. En het viel gewoon goed in elkaar. Dus Surinaamse jongens hebben ons zo goed opgevangen. Ja, het was gewoon top. Wat mooi is van Dean is dat hij niet zo bovenop de groep staat. Net als dat hij een soort van een dictator is. Nee, dat was hij totaal niet. Hij was gewoon een soort van één van ons, maar toch de eindverantwoordelijke. Dus je kon gewoon makkelijk met hem over voetbal praten, een discussie met hem voeren of zeggen van, hey, train, kunnen we niet beter dit doen of niet beter dat doen. En ik denk dat dat zijn kracht is, doordat hij weet van hoe hij met zijn spelers om moet gaan. Mijn communicatie met hem was ook heel makkelijk, dat hij zei van, Sjak, de tweede wedstrijd bijvoorbeeld tegen Aruba, stond linksback, zei hij van, luister, de ene keer zijn we in de zijlijn, de andere keer ga je iets naar binnen en dan speel je soort van als een verkapte nummer 6 en je bent dan gewoon in vrij. Doe gewoon wat jij denkt dat goed is voor het team. En dat vond ik heel mooi van hem. En daardoor zei hij ook bijvoorbeeld van de aanvallers, vrijheid. Doe je acties, schiet wanneer je wilt, maak je actie wanneer je wilt, vrijheid. Want je moet vrijheid creëren bij de groep en wij moeten gewoon achterin de nul houden. En dat vind ik heel knap van hem, hoe hij daarop zeg maar, zijn stempel kon drukken en dat het team het ook kon uitvoeren. En dan de eerste wedstrijd natuurlijk tegen Cayman-eilanden. We hadden één keer met elkaar getraind. Ja, je wint 3-0. Klinkt mooi, maar ik denk dat we daar gewoon 6-7-0 hadden kunnen winnen. Tweede wedstrijd tegen Aruba, 6-0. We voetbalden de eerste wedstrijd ook, vond ik wel gewoon goed. Alleen de tweede wedstrijd voetbalde je een stuk beter. Sherry komt erbij, Bistra komt erbij. En je scoorde al heel snel, of redelijk snel. En daarin had je ook denk ik wel misschien 12-0 hadden kunnen winnen. Maar het is je moet ook wel blij zijn met wat je bereikt hebt in een wedstrijd en wat je tot stand kon brengen. Want als je 6 keer scoort, doe je niet zomaar, denk ik. Hoe oud was je toen je begon met voetballen? Ja, ik begon wel heel vroeg hoor. Ik begon al toen ik 4,5 was bij Feyenoord te voetballen. Een jaar bij de amateurs en toen ging ik over naar de BVO. En toen had ik wel altijd al het gevoel van, ik wil voetballer worden. Nou, ik ga ook in dit interview dan nu voor het eerst zeggen dat ik, toen ik 16 was, dat ik ook bijvoorbeeld toen ook geen zin meer in had. Ik heb het alleen tegen vrienden gezegd in mijn omgeving. Maar ik had er toen ik 16 was, had ik gewoon geen zin meer in. Ik vond mijn plezier niet meer. En toen dacht ik gewoon ook aan van ik wil stoppen met voetbal. Ik wil iets anders gaan doen. En daarin heeft mijn oom en mijn vader me wel heel goed gestimuleerd van denk even nog na voordat je stopt. Je hebt een talent, je hebt een gave. En ik speelde toen bij Dordrecht. Ik moet wel zeggen dat ik ook trouwens een goede trainer had die periode. Maar het lukte maar niet. En toen dacht ik ook van ja, voor wat doe ik het nog? Maar ja, het heeft toch zijn vrucht afgeworpen. Ik ben toch hard voor mezelf gebleven. En toch weer gaan trainen en toch weer mijn best gaan doen. Om toch weer terug te komen. En ik ben echt blij dat ik door ben gegaan. De selectie voor het Surinaams Nationaal Elftal is natuurlijk fantastisch nieuws voor je. Klopt. Wat doet dat met jou, het Surinaamse gevoel? Heb je dat kunnen aanvoelen? Wat het doet, mijn moeder belde me, ik zei tegen mijn moeder trouwens, ze belde me niet. Ze was toen in Nederland en ik liep naar haar toe, want ze sliep toen bij mijn zus. En toen zei ik, mama, ik ga je denk ik trots maken, want ze woont ook in Suriname. Toen zei ze, wat dan? Ik zeg, ik heb voor Suriname gekozen. En ze keek me aan en ze begon te huilen. Maar mijn vader was ook heel trots hoor. Was hij er nog? Nee, die was in Nederland. Maar ik hoorde, die sprong gewoon een gat bijna in het dak. Ja,
Ja, hè? Ja. En, ja, weet je wie ook heel trots was trouwens? Vergeet te zeggen. Wie is dat dan? Die had me gebeld. Van Ewijk. Is ook een Surinaamse jongen. Oh, ja, die is ook een verdediger. Ja. Ja, bij ADO. Die, zit ja. Die speelt ook hier, maar het voelt echt net alsof hij mijn broertje is eigenlijk. Recht en waarheid maken vrij. We gingen daarvoor moesten we naar de president. Jullie dragen bij aan die versterking van die eenheid. Waarbij hij me al pakte dat ik dacht van oké, het bloed stroomt gewoon door mijn aderen. En toen kwam onze assistent ook met een hele mooie speech. En toen kwam het volkslied ook nog erbij. En dan sta je daar. Dan ben je gewoon eigenlijk trots op jezelf, maar ook trots op Suriname. En dan hoor je dat volkslied, ja, dan geniet je natuurlijk. Dan geniet je echt. Je wil natuurlijk naar het WK, dat is mooi. Maar je moet eerst stap voor stap daar komen. En droom jij er zelf van? Voor het WK? Ja. Tuurlijk. Ik zou geen voetballer zijn als ik er niet van zou dromen. Of ik zou niet doelen willen verstellen voor mezelf als ik er niet over zou dromen. Ik droom ervan om het met Nederlands elftal te bereiken. Maar ik droom er net zo hard van om het met Suriname te bereiken. En nu ben ik dan een Surinamer, een Surinaams international. Ja, dat droom je heel hard. En ik hoop dat mijn dromen de werkelijkheid wordt. Maar dat kan je alleen maar bereiken door hard te werken en alles te geven in de wedstrijd, denk ik. Wala mala.